Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over zweefvuil. Wat kun je eraan doen? Ja, vandaag ga ik dus de vraag beantwoorden: waarom is mijn aquarium altijd zo vies? Over het algemeen is dat zweefvuil. Ja, vuil dat dus in jouw aquarium blijft, maar niet weggaat, waardoor je aquarium eigenlijk altijd troebel is. Niet leuk om naar te kijken, best wel een doorn in het oog, want het mooiste vinden wij natuurlijk een aquarium dat kraakhelder is, waar we de hele dag van kunnen genieten. En ja, ik vind in ieder geval zweefvuil altijd heel erg storend, kan me daar ook heel erg aan ergeren. En ja, ik hoop in deze video jullie te helpen hoe je er vanaf komt en ook wanneer het nou een probleem is. Want laat het duidelijk zijn dat het niet realistisch is om altijd een kraakhelder aquarium te hebben. En dat hoeft ook niet. Dus daar wil ik even mee gaan beginnen. Wanneer is het een probleem en wanneer niet? Ik ga even het aquarium hier achter mij als voorbeeld nemen. Dit is het aquarium wanneer die zweefvuil heeft. Dat is vlak naar onderhoud. Het is best logisch dat er dan wat dingen opdwarrelen. Ik was bezig met wat een beetje in de bodem. Ik was wat aan het snoeien. Ik heb de algen van de ruiten gehaald. Vuil dat toch wel tussen de planten zit, haal je dan weg en dan krijg je dit. Dat is normaal. Wanneer is het niet normaal? Als dat niet weggaat. Op dit moment zien we het aquarium hier achter mij. En dit is een uur nadat ik onderhoud heb gedaan. Nog steeds niet 100% helder. Maar een stuk helder en dat is waar je voor moet streven. Ik weet dat over een uur hij echt 100% helder is. En dat is dus normaal. Natuurlijk afhankelijk van het onderhoud dat je gedaan hebt, hoe troebel de bak wordt. En dat is ook van aquarium tot aquarium wel gewoon heel erg verschillend. Wat niet oké zou zijn, is dat dit dagen of weken of gewoon niet weggaat. Want dan is het level, en ik zal het opnieuw even een filmpje laten zien, van dit zweefvuil wel een probleem. Als dit dus altijd zo is. Je hebt ook nog ergere gevallen, zoals iemand die ik recent heb geholpen met een zweefvalgprobleem en die deze foto's stuurde. Of iemand anders die foto's opstuurde die ik mocht gebruiken voor deze video. En daar zag het aquarium er zo uit. Laten we dus gaan kijken wat de oorzaken zijn van deze dingen en hoe je ze kunt aanpakken. Laten we eerst gaan kijken naar de kijker die dus bij mij kwam. Goh, Nikki, mijn aquarium blijft wel een probleem en heb jij bepaalde tips? Dit is dus het aquarium. Het is niet extreem, maar het is wel bloedirritant. In dit geval is de oorzaak heel erg duidelijk. In dit aquarium zitten te veel vervuilers. En ja, in het geval van deze specifieke persoon waren het pleco's die jongen hadden. En die woelen natuurlijk door de bodem. Die voelen continu door de bodem. Laten het niet met rust. En daar krijg jij echt wel zweefvuil van. Dus hoe meer jij omprutst in je aquarium, in je bodem, hoe groter de kans is dat jij zweefvuil blijft houden. Het aquarium heeft het echt wel nodig om tot rust te komen. Tegelijkertijd is het probleem ook dat in dit geval er natuurlijk grote vervuilers in zitten. Grote vervuilers zorgen voor veel vuil, waardoor je dus ook zweefvuil krijgt. Nu kan dat komen omdat je natuurlijk onverhoop jongen hebt, zoals in dit geval. Maar heel vaak stoppen wij veel te veel vissen in een aquarium. Die vervuilen veel meer dan dat de bak en het filter aan kan, waardoor je zweefvuil krijgt. Dat zie je dus dat het filter over het algemeen dan dus te klein is. Sowieso gebeurt dat heel erg veel, dat we het alleen met een intern filter doen, toch te veel vissen hebben. Want je moet gewoon niet alleen kijken naar stroming in jouw bak, maar ook het oppervlakte filtermateriaal wat jij hebt, dat dat groot genoeg is. En dat jouw filter natuurlijk schoon genoeg blijft. Daarin hoe je erachter kunt komen is als je je filter schoon hebt gemaakt. En daarna is jouw water helder. En met je filter schoonmaken bedoel ik dus even goed uitknijpen in wat aquariumwater. En dan terug in jouw filter zetten. En als jij dan daarna merkt, hé, mijn bak wordt helderder. Maar dat hij heel snel toch weer vies wordt. Weet je dus dat vermoedelijk je filter wat te klein is. Of je te veel vervuiling hebt. Die twee gaan natuurlijk een beetje hand in hand. Lang verhaal kort, check even of jouw bak niet overbevolkt is. Is hij niet overbevolkt, dan kan het zijn dat jouw filter te klein is. Aan het eind van deze video zal ik jullie trouwens nog heel veel tips geven over hoe je gewoon snel van die zweefvuil afkomt hoor. Maar oorzaak is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar het kan ook bepaalde dingen kunnen gewoon heel erg helpen. Daar kom ik op terug. Goed, dan gaan we naar het tweede voorbeeld. Dit is een aquarium dat ja, wel heel erg veel zweefvuil had in combinatie met een bacteriebloei. Dus dit was een opeenstapeling van verschillende dingen. Maar het kwam omdat er ineens heel erg veel planten dood zijn gegaan. Heel erg veel biologisch afval. Of opnieuw dus heel erg veel vervuiling in één keer. En dat zorgde voor ja, die grote explosie in zweefvuil. Nu dat dan terugbrengt, dat weer meer in balans komt, dan zal het zweefvuil ook weer terugkomen. Afnemen.
Dan ook iets wat ik wil aanstippen wat heel simpel is en dat is te veel voeren. Als jij te veel voert heb jij veel meer vervuiling in de bak. De vissen gaan het niet opeten, dat blijft ronddwarrelen. Heel erg belangrijk dat je dus niet te veel voert en ook gewoon met goede kwaliteit voert. Want dat vervuilt een stuk minder. En het zorgt ervoor dat het voer kan heel erg snel uit elkaar vallen. Een bepaalde vlokvoer heb je dat. Dat heel snel uit elkaar valt en daardoor krijg je als het ware door je hele bak heen. Granulaat is dat dan een stuk minder. En om dat even te bewijzen ga ik hier de vis achter me gewoon even basleer voeren. Zodat jullie inderdaad kunnen zien van de bak hoeft daar niet troebel van te worden. Het zal altijd iets zijn als namelijk jouw bodembewoners natuurlijk tot leven komen. En die gaan heel erg woelen. Nou, het aquarium achter me heb ik die niet. Maar die gaan heel erg woelen. Dan zul je zien dat je bak toch iets troebel gaat worden. Maar dat moet gewoon weer weg zijn naar iets van een half uur. Dat mag niet blijven. En van het voer zelf. Ik zou even iets meer voeren, want ze hebben het al op. Van het voer zelf, dat zie je, gaat die bak niet troebel worden. En dat moet ook niet. Als van het voer zelf jouw aquarium troebel gaat worden, dan gaat er iets mis. Dus daarom opnieuw blij met basleer. Dan nog één waar heel veel zweefval uit kan komen, dat is je bodem. In de bodem zit heel veel vervuiling en daarin kan het best zijn dat als jij echt een heel vieze bodem hebt, en dat gaat dan vaak samen met te weinig stroming, omdat in principe jouw stroming natuurlijk door de hele bak meegaat en naar jouw filter brengt om weer opgeslokt te worden en dat filter zijn werk kan doen. Als je daarin te weinig stroming hebt, dan ga je veel punten op de bodem krijgen die daarin heel erg vies zijn. Daarin is het dus belangrijk om je bodem te gaan afzuigen, niet te gaan omwoelen, want het probleem is als je omwoelt, dan breng je al die vervuiling terug jouw aquarium in. Dat wil je niet, je wil afzuigen. Dus wanneer jij het aquarium dus onderhoud aan het doen bent, je kunt best wel die bodem schoonmaken, maar zorg ervoor dat je dat met een hevelklok doet, met een slang doet, om het vieze water gelijk je bak uit te krijgen en dat het niet terug je aquarium in komt, want dat helpt juist averechts. Dus bodemonderhoud kan daarin helpen. En natuurlijk gaat die ook samen met hoe groot is je filter, hoeveel vervuiling heb je en dat soort dingen. Die gaan allemaal hand in hand. Als dat allemaal in balans is, dan heb je hier niet zo'n last van. Dan eentje die eigenlijk heel makkelijk op te lossen is en voor mezelf altijd de reden is waarom mijn bakken zo helder zijn, dat is goed filtermateriaal. Het ene filtermateriaal is het andere niet en daarin een goede balans helpt enorm. En daarmee bedoel ik vooral, dat is echt een lifesaver en super goedkoop. Ik heb hier een plukje liggen, maar echt zo'n gigantische zak levensvoorraad voor echt 4 euro, dus het kost geen drol. En dit stop jij gewoon in je filter op het laatste punt, zeg maar. Dat het als laatste hier door je filter wat heen gaat. Anders wordt het heel snel vies en blijf je vervangen. En dit is super fijn. En daardoor blijft al het fijne stof, zeg maar, hierin zitten. Werkt als een beer en kost ook nog eens niks. Kan je gewoon in het filter zitten. Wel af en toe vervangen. In tegenstelling tot je filtermateriaal hoef je dat nooit te vervangen over het algemeen. Jaren een keer. Deze wel omdat het gewoon heel snel dicht slipt. Dus daarop letten dat je wel meer filteronderhoud moet doen. Dan als zelfs filter wat niet werkt en je hebt oorzaak en alles bekeken, is er nog iets wat ook gewoon wonderen kan doen in het aquarium en dat zijn puringen. Puringen zijn heel kleine deeltjes die dus voor super kraakhelder water zorgen. Ze zijn wel iets duurder, maar ze zijn eigenlijk ook wel heel erg hun geld waard als je het echt zat bent dat je bak zo vies is. Dus dat is ook nog een aanrader die ik daarvoor heb. Die heb ik hier nu zelf niet, dus ik kan het niet aan jullie laten zien. Maar dat is echt wel heel erg goed spul. En laat het duidelijk zijn dat ik het vandaag dus heb over zweefvuil. En dat is wel wat anders dan zweefalg. Zweefalg is groen, zweefvuil is vuil en niet groen. Zweefalg, dat heeft weer te maken met lichtinval en allemaal oogdingen. En zweefvuil, dat is echt wel zeg maar iets anders. Dus dat wilde ik nog wel even gezegd hebben. Want al deze dingen gaan misschien niet werken voor je zweefalg als je dat hebt. Al met al hoop ik heel erg dat jullie iets gehad hebben aan deze video. Dat jullie misschien iets beter oorzaken snappen. De grootste oorzaken zijn dus vieze bodem, vieze filters, te kleine filters, te weinig stroming, dat het niet goed bij het filter kan komen. Verkeerde stroming, dat het niet goed bij het filter kan komen. Te veel vissen en te veel grondelende vissen. Daarnaast wil ik ook nog zeggen dat meer onderhoud gewoon kan helpen als jij een vies aquarium hebt. Dat je het er gewoon meer uit ververst. Maar dat is het grote probleem met zweefvuil. Draai daar niet in door. Zweefvuil is zoals altijd, elk probleem in het aquarium is een teken van een bepaald onbalans. Hoe meer jij erin gaat prutsen, hoe erger het wordt. Ga dus niet elke dag je bodem afhevelen. Wordt er erger van. Ben niet continu in die bak bezig, want dan komt het niet tot rust. Je moet ook het aquarium het op een gegeven moment zelf laten oplossen, als het ware. Dus dingen die echt zweefvuil kunnen veroorzaken is
elke week je planten verplaatsen. Elke week alles optillen om eronder te gaan onderhoud te gaan doen. Vaak je aquarium opnieuw gaan inrichten. Heel vaak achter je vissen aan gaan jagen. Dat alles weer opwoelt. Dus eigenlijk heel veel prutsen in de bak. En daarin is het echt wel heel erg belangrijk dat je niet gaat blijven prutsen in die bak. En dat je ook een bepaald ritme krijgt, maar dat je die bak ook met rust laat. Dus niet heel veel gaan doen. En als je dan in de bak bezig bent, dan liever ook even alles in één keer. Dat de bak daarna weer tot rust kan komen. Tot een zekere hoogte. Je wil natuurlijk je bacteriecultuur beschermen. Maar dus niet elke dag een stukje van je bodem gaan doen, zeg maar. Hè? Dat wilde ik even, op die manier bedoel ik hem. Dus daarin zeg ik wel, zorg ervoor dat je balans krijgt in je bak. In een opstartend aquarium is het logisch dat die bak niet helder is. Geef hem een aantal weken de tijd. Als jij een nieuwe bodem hebt, is het zeker al logisch dat jij een vieze bak hebt. Dat kan dagen tot soms een paar weken duren voordat die bodem gewoon stopt met vuil afgeven aan jouw water. Dan ook niet die bodem gaan omwoelen, dan komt het weer terug. Dus ik hoop al met al dat jullie wat handvaten hebben in wat normaal is, wat niet normaal is, wat je eraan kunt doen, wat de grootste problemen zijn en de grootste oplossingen. Zelf ben ik heel erg blij met de tip die ik toentertijd heb gekregen voor filterwatten. En ik hoop dat jullie ook een beetje kan helpen samen met alle andere tips. Laat het zeker weten in de reacties. Als je er nog niet uitkomt, hebben we een Discord server waar meer dan 550 inmiddels aquarianen elkaar helpen om meer te genieten en te leren over de aquariumhobby. Is gewoon gratis. Dus daar mag je bij komen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar of dit jullie wat geholpen heeft. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een nieuwe video of livestream op mijn kanaal. Doei!